twee mannetjespinguïns vormen een koppeltje. Dan zou je al eens durven denken dat ze zich vergist hebben. Of dat er geen vrouwtjes meer over waren. Of kan het zijn dat ze gewoon verliefd zijn? Kunnen dieren homoseksueel zijn? Vanuit Hongaar 3020 in Herent is dit de Universiteit van Vlaanderen. Weet u welk boek er jarenlang in de Amerikaanse top 10 stond van de meest aanstootgevende boeken? Tip. Het is een kinderboek over een pinguïnfamilie. En Tango Makes Three, zo heet het boek. Maar u raadt het al, het is geen doordeweekse pinguïnfamilie. De twee ouders waren immers mannetjes. Het boek is gebaseerd trouwens op een waargebeurd verhaal over twee pinguïns, stormbandpinguïns om precies te zijn. Roy en Silo heten ze, die in gevangenschap een koppeltje vormden. En ook een ei kregen toebedeeld dat ze dan samen uitbroedden. En uit dat ei werd tenslotte hun dochter, Tango, geboren. Waarom was dat boek zo aanstootgevend? Wel, heel wat kritiek kwam uit rechtse, christelijke, conservatieve hoek, waar nog heel sterk de angst leeft dat het normaliseren van dierlijke homoseksualiteit zou kunnen leiden tot het normaliseren van menselijke homoseksualiteit. En meer bepaald natuurlijk menselijke homoseksuele families. En het is zo dat die homoseksuele handelingen volgens veel mensen nog steeds in strijd zijn met de christelijke moraal. Diezelfde critici beweren soms zelfs dat er helemaal niet zoiets bestaat als dierlijke homoseksualiteit. En daarin worden ze verrassend genoeg bijgetreden door een aantal wetenschappers die weliswaar erkennen dat sommige dieren homoseksuele handelingen stellen, maar dat dat in wezen eigenlijk geen echte homoseksualiteit is. En die uitspraak werkt dan weer op de zenuwen van nog andere wetenschappers die van mening zijn dat er hier sprake is van een heuse doofpotoperatie en dat dierlijke homoseksualiteit al te vaak wordt wegverklaard. Wat moeten we van deze hele discussie denken? Bestaat er nu zoiets als dierlijke homoseksualiteit of niet? Wel, misschien vraagt u zich nu in de eerste plaats af waarom zou je daarmee bezighouden als wetenschapsfilosoof? Ik ben inderdaad wetenschapsfilosoof. En ik kan u vertellen, het is mijn overtuiging dat een van de manieren waarop filosofen zich nuttig kunnen maken voor de wetenschap er precies in bestaat dat ze wetenschappelijke begrippen uitklaren en analyseren. Neem nu dat begrip wegverklaren. Wat betekent het eigenlijk om iets weg te verklaren, zoiets als dierlijke homoseksualiteit? Wel, iets wegverklaren betekent in het algemeen aantonen dat iets niet bestaat of dat het niet langer rationeel is om te geloven dat het bestaat. Nu, als dierwetenschappers dierlijke homoseksualiteit zouden wegverklaren, beweren ze dan dat het helemaal niet bestaat? Nee, dat heb ik net al uitgelegd. En zover willen ze niet gaan. Maar wat ze eigenlijk willen zeggen is dat dierlijke homoseksualiteit geen echte homoseksualiteit is. En dan is de vraag natuurlijk, wat is dat dan, echte homoseksualiteit? Wel, echte homoseksualiteit, dat zijn seksuele, in dit geval homoseksuele handelingen, die je kan verklaren vanuit onderliggende, zoals men dat noemt in de filosofie, mentale toestanden. En met mentale toestanden moet u eenvoudigweg denken aan zaken als verlangens, of voorkeur, of herinneringen, of overtuiging. Allemaal dingen die we kunnen doen omdat we een geest hebben. Dat zijn mentale toestanden. Ja. Nu, bij mensen is het inderdaad vaak zo dat wanneer wij handelingen stellen, dat die handelingen op een of andere manier verklaard kunnen worden door onze onderliggende mentale toestanden. Ja. Mannen die seks hebben met andere mannen, die doen dat omdat ze verlangen naar die man, omdat ze een voorkeur hebben voor contacten, seksuele contacten met andere mannen. In de filosofie noemen we dat mentalistische verklaringen, met een moeilijk woord. Nu, die critici waar ik daarnet van sprak, die beweren dat dierlijke homoseksualiteit geen echte homoseksualiteit is, die zijn van mening dat sommige dieren misschien wel iets hebben dat lijkt op de menselijke geest en dus ook mentale toestanden hebben. Maar dat die geest van andere dieren toch weinig complex is, in ieder geval niet complex genoeg om begrippen te kunnen hanteren of toestanden te kunnen bevatten als verlangens en
herinneringen. En zij vinden dus dat mentalistische verklaringen van dierlijke homoseksualiteit niet kunnen en dat we andere verklaringen moeten zoeken voor dat gedrag. Hoe gaan we dat dan wel verklaren? We gaan dat doen op mechanistische manier. Wat betekent mechanistisch? Dat staat natuurlijk tegenover mentalistisch. Mechanistische verklaringen zijn verklaringen waar men geen beroep doet op onderliggende mentale toestand. Denk bijvoorbeeld aan de kniepeesreflex. Als ik bij u onderaan uw knieschijf een klopje geef, dan strekt uw onderbeen zich automatisch. Dat woord automatisch is belangrijk. Dat betekent eigenlijk dat onze geest gebypassed wordt. Dat wil zeggen, je kan nog zo hard willen dat je onderbeen zich niet strekt. Het zal zich toch strekken. Dat is wat we bedoelen met mechanistische verklaring. Dat is een typisch mechanistische verklaring voor dat gedrag van het onderbeen in dit geval. Nu, laten we het een beetje concreter maken. Dat is allemaal nogal abstract, een beetje filosofisch. Wat zou het concreet kunnen betekenen om dierlijk homoseksueel gedrag op een mechanistische manier te verklaren? Wel, ik kan u allerlei voorbeelden geven. Ik beperk me tot twee voorbeelden. Een eerste typische verklaring die je heel vaak vindt in de literatuur is dat er sprake is van een gebrek aan keuze. Het is niet zo dat wanneer je mannetjes seks ziet hebben met andere mannetjes, dieren dan, dat ze dat doen vanuit een verlangen of een voorkeur voor dat soort contacten. Nee, het is gewoon dat er geen vrouwtjes in de buurt zijn. Dat is een eerste typische verklaring. De tweede typische verklaring heeft te maken met vergissingen. Dus de vergissingshypothese noemen ze dat ook wel eens. Als u wel eens naar National Geographic hebt gekeken, dan weet u dat dat paren bij dieren een nogal hitsige affaire kan zijn. En het gebeurt al wel eens dat in het heet van de strijd, zeg maar, dat een mannetje bijvoorbeeld zich vergist en een ander mannetje bespringt terwijl hij eigenlijk op zoek is naar een vrouwtje. En dat is dan een typische vergissingshypothese. Laten we dat nog een beetje concreter maken. Neem nu bijvoorbeeld pinguïns. Pinguïns zien er heel schattig uit, ja. Vindt u niet? Maar vergis u niet. Als je ze van naderbij bestudeert, kom je heel wat gekke, pikante dingen over hen te weten. Zo is er bijvoorbeeld een onderzoek in de jaren 1970 die een dood pinguïnvrouwtje in een nest plaatste, in een typische paarhouding voor pinguïns, vrouwtjespinguïns. En die geïnteresseerd was in de reactie van mannetjes op dat dode vrouwtje in dat nest, op de baltsplaats, dat wil zeggen de plaats waar al die pinguïns samenkomen om te paren en te broeden. Nou, wat bleek, heel wat jonge mannetjes, vooral jonge mannetjes, konden niet voorbij dat nest passeren vooraleer ze toch eens geprobeerd hadden te paren, tenminste, met dat dode vrouwtje. Erg kieskeurig zijn ze dus niet. Er was een prachtige uitspraak, een verzuchting eigenlijk van een Britse Zuidpoolreiziger, George Levick, uit 1912, waarin hij zegt: "There is no crime too low for these penguins." Hij kreeg het duidelijk op zijn zenuwen van die penguins. Ook homoseksuele handelingen vinden we heel vaak terug bij penguins. Er is een interessant onderzoek, enkele jaren geleden verschenen, waaruit bleek dat niet minder dan 1 op 4 van de koppeltjes die zich vormen op die baltsplaats, 1 op 4 van die koppeltjes, die bestonden uit 2 mannetjes. Het ging daarbij voor alle duidelijkheid over een soort paringsdans. Pinguïns doen, vooraleer ze een echt koppel vormen, of in de beginfase, doen ze een soort paringsdans. Dat is een soort gekke choreografie, moet u maar eens bekijken op internet, waarbij ze allerlei danspasjes van elkaar overnemen en kreten slaken en rare bewegingen maken met het hoofd en zo. Allemaal heel schattig en grappig om te zien. Maar de vraag is natuurlijk, de vraag die ons bezighoudt, waarom doen ze dat? Waarom zijn er koppeltjes die bestaan uit 2 mannetjes? Waarom zoeken die mannetjes elkaar? Of doen ze dat überhaupt? Wel, in dat onderzoek dat ik net besprak, zie je die 2 verklaringen die ik daarnet noemde onmiddellijk opduiken. De eerste verklaring was meteen de vergissingshypothese. Het idee dat mannetjespinguïns zich wellicht vergissen wanneer ze een ander mannetje opzoeken op de baltsplaats. Ja, pinguïns zijn inderdaad seksueel monomorf. Dat betekent eenvoudigweg dat je, wij tenminste, met het blote oog het onderscheid niet zien tussen mannetjes en vrouwtjes. Nu, de vraag is natuurlijk of dat evolutionair steekhoudt dat pinguïns zelf daar ook niet toe in staat zouden kunnen zijn. Dat is 1 bedenking daarbij. Maar een belangrijke bedenking kwam van de onderzoekers zelf. Die zeiden, ja, maar wacht eens, als we ervan uitgaan dat pinguïns echt niet de vaardigheid hebben om mannetjes te onderscheiden van vrouwtjes, dan zouden we verwachten dat er eigenlijk veel meer mannetjeskoppels, dus homoseksuele koppeltjes, zich zouden vormen. Veel meer in ieder geval dan de 25% die we nu terugvinden op de baltsplaats. Goed, verklaring afgeserveerd. Een andere verklaring was de
Een verklaring die we ook kennen, de gebrek aan keuze. Een verklaring, het idee was dan dat die mannetjes wellicht elkaar opzoeken omdat er gewoon geen vrouwtjes meer beschikbaar zijn. Ja. Ook dat wordt eigenlijk tegensproken door het onderzoek zelf. Data uit het onderzoek tonen aan dat maar liefst 40% van de individuen op de baltplaats vrouwtjes waren. Er waren dus eigenlijk behoorlijk wat, wat vrouwtjes. Wat mij fascineert aan dat onderzoek is de vraag waarom onderzoekers niet eens in overweging nemen dat die twee mannetjes op de baltplaats elkaar opzoeken omdat ze naar elkaar verlangen, omdat ze daar zin hebben. Omdat ze een ander mannetje verkiezen boven een vrouwtje. Dat is geen optie, dat wordt niet overwogen. Ik zeg niet dat mechanistische verklaringen van dierlijke homoseksualiteit in andere contexten, bij andere soorten, afdoende kunnen zijn. Volgens mij is dat best mogelijk. En er zijn ook goede voorbeelden van contexten waarin die verklaringen werken. Maar het is te vaak een standaardverklaring, vind ik. Dus de mentalistische verklaringen, om het met een duur woord te zeggen, worden eigenlijk gewoon zelden overwogen. En dat vind ik op zich ook interessant. Dus hoe komt het nu dat dierwetenschappers zoveel moeite hebben om te erkennen dat er ook andere diersoorten zijn, buiten de mens, die een homoseksuele voorkeur kunnen hebben, zoals onze koningspinguïns hier. Hoe komt het dat dat zo moeilijk is? Wel, dat is een moeilijke vraag. Ik ga toch proberen om een paar antwoorden te geven. Het eerste antwoord heeft te maken met antropomorfisme. Nog zo'n moeilijk woord dat in de filosofie vaak bediscuteerd wordt. Antropomorfisme betekent eenvoudigweg dat je menselijke kenmerken toeschrijft aan niet-menselijke wezens, zoals dieren of goden. Maar in dit geval gaat het natuurlijk over pinguïns en andere dieren. Antropomorfisme is een beetje een scheldwoord in de dierwetenschappen, kan je wel zeggen. En sommige dierwetenschappers zijn ervoor beducht om weggezet te worden als antropomorfist. Daar zijn wel wat goede redenen voor. Soms is antropomorfisme, denk ik, onnodig controversieel en daarom problematisch. Ik heb hier een mooi voorbeeld meegebracht trouwens. Ik heb hier een artikel bij over homoseksuele verkrachting bij parasitaire wormen. Als u denkt dat ik dat zelf heb uitgevonden, is het verschenen in Science in 1977. Nu, wat is een verkrachting? Penetratie zonder instemming. Laten we het eenvoudig houden. Dat parasitaire wormen elkaar af en toe penetreren, mannelijke parasitaire wormen, dat had ik liever niet geweten, maar het zij zo. Maar wat kan het betekenen dat ze dat met of zonder instemming zouden hebben gedaan? Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, de geest van een parasitaire worm is, als die al een geest heeft, dermate eenvoudig dat het weinig waarschijnlijk lijkt dat die iets kan hanteren als een begrip. Een complex begrip als instemming. Wij hebben er al moeite mee als mens. Een parasitaire worm zal het ongetwijfeld nog moeilijker vinden. Dus laten we eerlijk zijn, dames en heren. Het is absurd om te spreken over homoseksuele verkrachting bij wormen. Dat is een mooi voorbeeld van hoe antropomorfisme soms onnodig controversieel kan zijn. Maar ik denk niet dat dat zo hoeft te zijn. En wetenschappers en filosofen porren ons ook aan eigenlijk om vooral voorzichtig te antropomorfiseren. Dat betekent dus heel concreet, als we spreken over een homoseksuele voorkeur bij koningspinguïns, dan bedoelen we daar niet per se mee dat dat hetzelfde is als wat we terugvinden bij mensen, maar wel iets gelijkaardigs. Met name dat wanneer je een koningspinguïn, een mannetjeskoningspinguïn, de kans geeft, gelijktijdig tussen een ander mannetje en een vrouwtje, dat die voor het mannetje zal kiezen. Goed, dat is één reden waarom dat zo gevoelig ligt voor dierwetenschappers om te spreken over homoseksuele voorkeuren bij niet-menselijke dieren. Een andere reden heeft te maken met een gebrek aan onderzoek. Het is inderdaad zo dat er heel weinig onderzoek is in het algemeen over seksuele mentale toestanden, zoals verlangens en voorkeuren enzovoort, maar zeker over homoseksuele mentale toestanden, zoals homoseksuele verlangens of voorkeuren. En veel dierwetenschappers, denk ik, zijn geneigd, onterecht in mijn ogen, om daaruit af te leiden dat het fenomeen in kwestie ook wellicht niet zal bestaan. Er is geen onderzoek over. Nu, er is wel onderzoek over. Er is heel weinig. Het is niet zo bekend. Maar het is wel des te interessanter. Zowel in gevangenschap als in het wild vinden we bewijs van homoseksuele voorkeur bij niet-menselijke dieren. Gedomesticeerde rammen bijvoorbeeld. Wist u dat 10% van de gedomesticeerde rammen, mannelijke schapen vooral duidelijkheid, dat die een homoseksuele voorkeur hebben? Die krijgt hij niet warm voor ooien. Die willen alleen maar seks met andere rammen. Je kan zich inbeelden dat als een boer geïnteresseerd is
in een ram, hè, om die te gebruiken als een soort zaadbank of een zaadmachine, dat dat een groot probleem is. In het wild vinden we ook allerlei interessante voorbeelden. Ik heb één voorbeeld meegebracht. Dat zijn de zogenoemde lantaarntjes. Dat is een soort waterjuffer. Er is heel interessant onderzoek over een homoseksuele voorkeur bij waterjuffers. Ook hier weer gaat het over een paringsritueel, de tandemformatie, zoals dat heet. Je ziet hier twee waterjuffers die zich vastgrijpen aan elkaar op een heel ingenieuze manier. Waarover gaat dat onderzoek? Wel, dus een Antwerpse bioloog, Hans van Gossem, die merkte dat heel wat koppeltjes van lantaarntjes in het wild bestonden uit twee mannetjes. Hij besloot een experiment te doen, plukte een hele hoop lantaarntjes uit het wild, plaatste ze meteen in een binair keuze-experiment, zoals dat heet. Dat wil zeggen, een mannetje krijgt gelijktijdig de keuze om een paartje te vormen met een ander mannetje, dan wel met een vrouwtje. 1 op 5 van de mannetjes, onmiddellijk uit het wild geplukt, kiest voor het andere mannetje. 1 op 5, 20% van de mannelijke lantaarntjes. Ik kan het alleen maar zo zeggen, heeft een homoseksuele voorkeur. Kunnen dieren homoseksueel zijn? Bestaat er nu zoiets als dierlijke homoseksualiteit of niet? Het antwoord is in mijn ogen luid en duidelijk ja. In de volle zin van het woord. Er zijn zelfs dieren waarbij we iets terugvinden dat heel erg lijkt op een homoseksuele voorkeur bij mensen. De vraag is waarom ons dat zo zou moeten verbazen. We weten ondertussen toch dat het seksleven, het mentale leven van andere dieren veel rijker is, veel complexer is dan we zouden willen geloven. En wij mensen, wij zijn heel erg geobsedeerd door wat wij zien als de complexiteit van onze eigen geest. En het gevaar van die obsessie is dat we soms geen oog meer hebben voor wat er uniek is aan het seksleven of het mentale leven van andere dieren. En ja, ik heb vandaag geargumenteerd dat er bij sommige dieren een kenmerk is dat heel erg lijkt op wat we bij mensen een homoseksuele voorkeur noemen. Maar kunnen we pinguïns vooral pinguïns laten zijn?